vleur aan het aanstampen? Ze zijn aan het travertijen voor onze paal. Ja. Zijn die moderne dazen? Dat is niet gemakkelijk, hè? Ja. Ik zou de vrouw van de gemeente belangen. Die stijgen met gelei willen trekken. Dat is wel geen al te goede gelei, hè, manneke? Daar. Oh, geef het, dat vis is af. Een vinger van. Oh, geef het, oh. Wacht eens maar, zaterdag 7 april. Oh, ik heb er geen jaartal bij gezet. Dan kunnen we die volgend jaar nog eens gebruiken. Voor ons alles komt. Bal van de burgemeesters. Daar zijn we. Met de bekende artiest Willy Dani en zijn orkest. And his orchestra. Ja. Wat is dat voor iets? And his orchestra. Oh, ja? Dat is een orkest, hè? Dat is geweldig. Allemaal in het Engels, hè? Jongen, dat is het juist, man. Dat is Engels. Willy Dani en his orchestra. En dat zeggen dat er met zijn orkest komt. Stot er toch op? Oh, salut, waanzinnig, zeg. Oh, vuil, zei je de deuren open, 8 uur, à peu près. Ja, wat 8 uur, à peu près, hè? Ja, als er maar mensen te laat komen, ja. Die gaan we toch niet boven te laten staan, hè? Kaarten, 200 frank, 60 plussers en grote gezinnen, ook 200 frank. Was dat voor flauwekul? Oh. Je hebt zelf gezegd. Wat? Je hebt gezegd, de gepensioneerden en de kroegenstrekken gezien. Geen karting. Of we geroken er niet aan nog wat. Jongen, Marken, dat zit er toch niet op. Hoe weten ze dat anders? Oh, van jou, komt die schoos. Zeg, die praas van die Tombal is dat gearrangeerd? Oh, joh. Hey. Voor de eerste praas zorg ik er gaan. Oh, joh, dat is, die kan me om in zavel, dat weet ik. Doe nog iets? Deze. Ik geef dat matje voor tekorten. Die is al gedrukt, hè? Ja. Ja. Hé, hey, maar dan kun je toen droog eens hoe, hè? Dan zei je dat niet. Is er nog een? Is. Dan een chique praatje, joh. Zie eens. Voorzichtig, hè? Laat dat niet vallen, hè? Wat is dat? Dat weet ik niet. Ik heb dat doekjes gewonnen op een tombola. Oh. Oh, dat is goed. Zie je, apropos die pensen. Is dat in orde? Waar zoek bij? Een bijnaverij van ons raadslid Hoeimissen. Ja, ja, ja. Die wilt hij niet geven. Wat is dat? Een politieker die geen pensioen wil geven, dat is geen politieker. Zijn trottoir is ook niet in orde, hè? Ah, de Louis van Hoeimissen wil geen pensioen geven. Maar hij moet ze geven. Wacht even. Deze. Ah, dag Louis. Het is hier met de burgemeester. Hoe is het ermee? Alles goed? Ah, nee, dat is tof. En met de vrouw en de kinderen? Ah, zo moet het zijn, hè, Louis. Zie je, Louis, we hebben dat goed bellen, hè. Die trottoir vanaf. Want dat gaan het liefst gaan plavaaien of kassaaien? Plavaaien. Ja, toch, ja. Ja, zeg, een geluk dat ik goed belde, want die stond niet klaar om naar raad te vertrekken met een camion kassaai, zeg. Nou, goed dat ik bel, hè. Ja, plava, ik heb het opgeschreven, zeg, tot roep, hè. Ja, zo een draaihonderd zeker, hè. Ja. Louis, terwijl ik u toch om de lijn heb, hè. Zeg, die Pinkse verbal van de burgemeesters, die zijn het toch niet vergeten, zeker? Zo'n draaihonderd, hè? Ja, oké. Okay. Ja, in orde. Dag, dag, Louis. Dag. Voilà. Dat is politiek, zeg, manneke. Heden. Dus dat is ook in orde? Ja, zeker wel. Oh. Hallo, ben verachterd. Oh. Ah, dag, meneer Willy Dani. Waar bleef meneer Willy Dani? Oei, meneer Willy Dani. Serieus, meneer Willy Dani? Oh, meneer Willy Dani. Ja, tuurlijk, meneer Willy Dani. Ja, ik begrijp dat, meneer Willy Dani. Dus, zeker, meneer Willy Dani. Enfin, meneer Willy Dani. Dag, Willy Dani. Wie was het? Willy Dani.
Dat kan niet komen, is zijn stem kwart. En hoe moet een stem gehakt? Als ze komen, manneke, wat moeten we nou doen? We hebben geen artiesten voor ons bal, hè? Gaston in de lei, hoor. Er komt toch altijd volk op af? Ken je wat die? Gaston ken ik ook. Maar ja, bel eens, hè? Bel eens, kom. Zo. Wel, dat moet je weten, hè? Je zult wel moeten, hè? Wel, hoe is het, hè? Hoe is het, tuurlijk. Oh, dat moet lukken, hè, zeg. Nee. Probeer, hè. Hallo? Oh, met de Gaston in de lei, hoor. Oh, met de Gaston. Nog gesprekteerd met de burgemeester. Van Langs Lieve Vraag Sint Maarten Spelligenwijk op den Bos. Kortweg Bos. Wie is Gaston? Allee. Oh, zo moet het zijn, hè? Ja. En met de vrouw met de kinderen. Ja. Allee, vroeg wat? Ja, maar zo moet het zijn, hè? Oh, joh. Zeg, Gaston Bergmans. Zou je wel kunnen optreden volgende zaterdag op ons bal? Oh. Nee. Natuurlijk dan. Ja, dat zeker dat toe. Ja. Ah, fijn. Ja. Volgende keer beter, hè? Dood aan de grote onderlijn, joh. Dan ga je stom. En wij zijn ook politiekse. Maar mijn pak dat precies niet zo. Willen ze niet? Ah, ze moeten een tournee doen op de Bahamas. Maar zeg, als nou die groeit artiesten niet willen optreden. Ja. Willen wij dan optreden? Ja, niet dan niet, zeg. Maar zijn toch ook artiesten, zeker? Willen we ze repeteren? Allee. Het vak van politieker, dat is het nieuw karwaai. De balken worden dikker, we zijn van de partij. Bij alle bogen werken, het geven van een gunst. Het doen van goede werken, want kragen is de kunst. We zetten dapper door en zingen luid en koor. Grootste wensen, wat kan ik voor haar doen? Ballonnetjes of pensen, of iets met je pensioen? Ik zal dat arrangeren, ik breng dat voor me koor. Je moet het maar leren, wordt Kees voor volgend jaar. Zo is de politiek, en dus zing je los kriek. Geef toe